Het gebeurde hier, een van de belangrijkste momenten in de geschiedenis van Nederland. Op 5 mei 1945 werd in Hotel de Wereld het akkoord bereikt over de overgave van Duitsland. Duitsland, dat totale vernietiging tegemoet ging, gaf zich onvoorwaardelijk over. Je luistert naar de podcast Samen in Beweging voor Vrijheid. In 2025 leven we 80 jaar in vrijheid. Maar wat is vrijheid? Voor deze podcast zijn we in Wageningen en zitten we bijna 80 jaar na de ondertekening en de overgave in hetzelfde Hotel de Wereld aan dezelfde tafel met deze keer 3 bijzondere gasten. Ik ben Dirk-Jan Sloots, lid van de Raad van Bestuur van Menses. Ik ben Tanja Hazeloop en ik ben voorzitter van Wageningen 45. Mijn naam is Floor Vermeulen, ik ben burgemeester van Wageningen. In deze podcast Samen in Beweging voor Vrijheid hoor je Tanja Hazeloop-Amsing, bestuursvoorzitter van de Stichting Wageningen 45, met stelling 5. De volgende stelling. Vrijheid van meningsuiting houdt in dat alles gezegd mag worden tegen elkaar, online en offline. Dat vind ik een pittige stelling, want ik vind natuurlijk dat vrijheid van meningsuiting één van de grootste verworvenheden is die we hier hebben. En tegelijkertijd vind ik dat daar ook verantwoordelijkheid bij hoort. En op het moment dat ik kijk naar dat wat er online gezegd wordt, dan zie je dat het steeds gemakkelijker wordt de afgelopen jaren om iets te tikken, op verzend te drukken. En dan is het anoniem. Je hoeft geen verantwoordelijkheid te nemen voor dat wat je gezegd hebt. En ondertussen doet het wel iets met een ander. Dus daar zitten wat mij betreft wel beperkingen aan. En is het heel bijzonder dat we paspoorten moeten laten zien als we naar sommige landen gaan. En dat we zonder paspoort, zonder herkenningstekens, online van alles en nog wat kunnen doen waar soms mensen echt niet gelukkiger van worden. Er zijn gelukkig ook echt afspraken met elkaar gemaakt in een democratie van waar ligt de grens. Alleen zelfs die grens hoef je natuurlijk niet op te zoeken. Ik zal altijd staan, ook als burgemeester voor de vrijheid van meningsuiting, binnen die grenzen. Tegelijkertijd zal ik mensen altijd wel oproepen van denk ook eens na wat het voor die ander betekent als jij iets roept. Het is natuurlijk heel makkelijk om iemand op social media voor iets uit te maken, et cetera, als je diegene niet in de ogen kunt kijken. En dat gebeurde in de jaren 30 in Duitsland gebeurde dat ook. Dan was het niet via de social media, maar dan was het met krantjes. Hè. Dan werden allerlei vervelende en vreselijke dingen gezegd over andere mensen, over Joden, voor andere groepen in de samenleving. En dat is natuurlijk altijd makkelijk als je jezelf achter een typemachine of achter een beeldscherm kunt verschuilen. En ik denk dat ook daar weer voor geldt van als je het niet tegen iemand in zijn gezicht durft te zeggen, dan moet je dat volgens mij überhaupt niet doen. Maar ook in die dagelijkse omgang, denk erover na, probeer je in te leven wat dat voor die ander betekent. Dus wat je mag zeggen, hoef je niet te zeggen. Zo is dat. Tegelijkertijd, hè, als het wel gebeurt en we zien dat het wel gebeurt, dan doet dat ook iets met de ontvanger. En dan kijk ik naar mijn buurman Dirk-Jan. Ik kan me voorstellen dat jullie vanuit Menses ook geconfronteerd worden met mensen die psychisch geraakt zijn en worstelen met dat wat er gebeurt. Of dat nou on- of offline is, of het nou om pesten gaat op scholen, of discriminatie op de werkvloer, of online gedrag. Hoe kijk jij daar tegenaan vanuit jullie? Ja, dat gebeurt zeker. Regelmatig zijn er mensen die contact zoeken, die hebben ook echt een probleem in de zorg. Of die komen ergens niet uit, of die hebben een aandoening die het lastiger maakt. En dat is de manier van communiceren, maakt dat wel lastiger. En daar helpen we onze collega's ook bij, van hoe ga je daarmee om? Als het echt vervelend wordt, dan is er vaak ook even een nazit aan het eind van de dag. Wat heb je meegemaakt? Kunnen we het er even over hebben? Want ja, het is niet leuk als je bejegend wordt op een toon waarvan je zelf denkt, hey, dat past niet. Maar misschien zit die ander wel zo in de stress of heeft hij zo'n probleem dat hij even de omgangsnormen wat minder respecteert en gewoon even scherp neerzet hoe hij het vindt. En daar hebben wij mee te maken. Ik kan me voorstellen dat je daar bij de balie, bij de gemeente ook af en toe mee te maken krijgt als iemand een probleem heeft. En dat is wel iets wat we in de maatschappij hebben. Ja, je moet af en toe moet je niet lezen wat er allemaal gereageerd wordt op dingen die gepost worden of wat dan ook. Daar is de nuance wel uit verdwenen. En ik vind ook wel een risico als er zijn ook mensen die nuance, als je ze niet weet, voor waarheid aannemen. En dan dooritereren op een reactie van een eerste. Dus dat is wel, dat is wel een zorgpuntje. Maar ik vind dat je veel moet kunnen zeggen en respect hebben dat de ander ook wat anders kan vinden. En ook respect hebben hoe je met elkaar omgaat.
Had je graag mee willen praten? Je reactie is welkom via de sociale media waarop deze podcast is gedeeld. Wil je ook direct in beweging komen en genieten van wandelen in vrijheid? Kijk dan op hetpadvandevrijheid.nl en laat je inspireren door een van de 13 bijzondere etappes.